Hey, welkom allemaal. Yes, daar zijn we weer. Welkom allemaal bij de AM Sport Challenge. Vandaag zijn we op Playground Kronenburg. Wat gaan we vandaag doen? We gaan basketballen. Weet je, het is me niet gelukt om met voetballen van hem te winnen. Dan gaan we het met onze handen doen. Ja toch? En ik heb meegenomen Team Willy. Kom erbij. Hallo, mijn naam is Sandro. Ik ben 14 jaar. Kom eens bij kwartier. Yes, welkom bij de Sport Challenge. Wij komen anders. We komen anders vandaag. Vandaag heb ik meegenomen Zion, de enige echte reus. Ja, ik ben Zion, ik ben 16 en ik kom met scheidsrechter. Ja toch? Nee, wat is dit man? Zion, show ze. Ja toch! Willy, je gaat niet halen vandaag. Ik heb ook skills in huis, man. Zeg ze, wat? Is niet erg bro, tik hem aan, we gaan er gewoon voor. We gaan knallen. Oké, de eerste challenge. We gaan voor makkelijke 2 punters. Boys, als hij niet erin gaat, gooi gewoon 1 keer. Dat is 2 punten. We zijn het ook achter gekocht. Ja, nee, ik kan echt gekocht, man. Oké, dit joh. Maak je geen grappen, bro. Kijk, alles hier is gewoon 2 punten. Dus gewoon allemaal hier binnen deze vak. Blaffen daar buiten. Dus gewoon allemaal hier binnen is 2 punten. Om uit te leggen wat een 3 punten is, alles wat buiten deze cirkel is, hier de buitenste cirkel, dat is allemaal 3 punten. Yes, jullie hebben uitleg gekregen van Zion, van Sandro. We gaan nu starten en wij gaan aftrappen, want wij zijn winnaars. Jullie zien de shoes vandaag speciaal aangedaan. De Jays om te schitteren met basketbal. Mijn verwachting voor vandaag. Ik zeg je eerlijk, vandaag heb ik gewoon, ik heb Zion meegenomen. Ik heb alle vertrouwen in die jongen. Hij gaat het gewoon doen vandaag, dus die winst is voor ons. Het is een minor thing, komt goed. Dus iedere deelnemer heeft 3 kansen om dus een punt te gaan verzilveren. We beginnen eerst met de 2 punters. Sandro gaat starten. Ja. Doe maar gooien. Je krijgt 3 kansen. Dat is 1, hè? Ik kan er maar 1 doen. Dat is goed. From which angle are you going, bud? Come on. Sportief, Kev. Dankjewel. Daarom heb ik hem meegenomen. Ik zei toch, hij gaat het doen. Ik heb vertrouwen in mijn jongen. Yo. Ja. Deze is voor hen. We gaan nu eens kijken. Laat maar zien. Maak je geen zorgen. Die knippen we eruit. Het is overduidelijk. Het staat 2-1, hè? 2-1 voor hun. 4-2 in basketbalpunten, klopt. Alles gaat per 2. Als er 2 punten is, is 3 punten. Close. Wow. Oh. Shit. Maar niet close. Hey, die fitness te veel, hè? Wow, sidestep. Wow. Nee. Kijk, hier. Sorry. Maar hij was lekker. I know.
Ja, die 3 punten is lastig. Niet wat taai, man. Helder. Laatste shot. Jij moet scoren om boven ons te komen, hè. Je moet scoren, dit is die druk, dit is die druk. Man, een motivation speech, bro. Ik heb weer getrapt, let's go, we gaan naar de sportschool en zo. Ha, hey, onder druk. Oh. Hey, Zion. We gaan ze vernederen. We gaan ze vernederen. Yes, oh, papa! Zie! Wacht even, ik vind... Je loopt te juichen. Voor je medeteamgenoot, maar zelf heb je nog niet gescoord. Je moet ook scoren. Basketbal is een teamsport. Eén team, één taak. Het was tof om te doen. Ik gun jullie deze winst. En toch voetballen ligt meer. Stop even. Ik gun jullie deze winst. Bro, Sandro. Je ziet sorry, het. Man. Denk nog vandaag volgende keer beter, ja? Kijk. Ik zei toen al met voetbal, hè? Dat we terug zouden komen, want zonder tegenslagen word je geen kampioen. Next time komen we terug voor ze. Dus ik weet niet met wat hij nog wilt komen. Als hij wilt hockeyen, laat hem komen. Gooi die sticks. Wilt hij handballen, laat hem komen. Gooi die handbal. Gooi die handbal. Maakt niet uit. Wilt hij skilleren, laat hem komen. Want we winnen alles nu. Zion, hey man. Thanks man. Like en subscribe. En je weet hoe we het eindigen, hè? Nee. Yeah.